Hallo iedereen, goedemorgen. Het is Lens hier terug. En ik hoop dat jullie allemaal een hele goede nacht gehad hebben. Ik had alvast een hele goede nacht. En toen ik vanmorgen wakker werd, dan was ik eigenlijk nog zo tussen wakker zijn, volledig wakker zijn en zo nog wat in slaapmodus. En toen mocht ik een hele mooie boodschap ontvangen. En daar gaat eigenlijk deze video over. Nu, de boodschap kwam in het Engels tot mij. Dat is waarschijnlijk ook omdat ik ook met mijn tweelingvlam in het Engels communiceer. Maar eigenlijk ging het erover dat sacred love needs to be grounded in order to be stable. Of vertaald, heilige liefde moet eigenlijk geaard zijn om stabiel te worden. En heilige liefde... Ik heb altijd wat weerstand om dat woord te gaan gebruiken, omdat het zeker hier in onze contrain dan ook weer gekoppeld wordt aan religie en dergelijke. Maar met heilige bedoel ik eigenlijk iets die zodanig heel is, zodanig zuiver en gezond is, dat het eigenlijk als een soort iets goddelijks, als iets universeels, als iets... onvoorwaardelijke liefde wordt doorgegeven. Nu, ik moet zeggen, ik sta altijd versteld van de wijze woorden of de berichten die ik mag ontvangen. En dus zoals deze woorden, heilige liefde moet geaard zijn om stabiel te worden. En ik moet zeggen, toen dat die woorden bij mij vanmorgen kwamen, had ik me eigenlijk gewoon wat omgedraaid. En toen dacht ik van, ja, ik had straks wel opschrijven. En maar toen bedacht ik mij van, ja nee, want als ik opnieuw terug in slaap val, dan zal ik het misschien niet meer herinneren. Dus ik had mijn gsm genomen, notities, en daarin neergeschreven. Dus ik besefte eigenlijk de kracht ervan niet op het moment dat ik het opschreef. Maar nu dat ik mijn dag begonnen was, en nog meer nu dat ik deze morgen die boodschap gebruikte voor een post te maken op sociale media, voelde ik echt die diepte van de boodschap dat ik mocht ontvangen. En dat is ook de reden waarom dat ik daar ook een video vandaag over gemaakt heb, of maak nu. Want wanneer dat komt, en dan wil ik het stukje koppelen aan tweelingvlammen. De meeste tweelingvlammen ervaren eigenlijk wel de kracht van onvoorwaardelijke liefde. Echter, veel van hen duwen die liefde ook weer weg, omdat het te veel is. Het is te overweldigend. En wanneer dat iets overweldigend is, dan is het eigenlijk omdat je meer ontvangt dan dat je eigenlijk jezelf toelaat. En hierdoor, doordat ze het weer gaan wegduwen, gaan mensen verhalen vertellen dat het niet de bedoeling is dat tweelingvlammen samenkomen, of dat het enkel in je leven gekomen is met als doel voor persoonlijke groei, of wat dat er ook allemaal van negatieve verhalen de ronde gaan. Maar dat zijn allemaal foute verhalen. Verhalen die gebaseerd zijn op hun eigen wonden. En de reden waarom dat tweelingvlammen wegrennen, is omdat ze eigenlijk zichzelf niet toestaan om zo diep te gaan voelen. Net zoals ik daarnet zei, het is overweldigend. Maar waarom is het overweldigend? Omdat je meer ontvangt en diepere emoties ontvangt en ervaart dan dat je eigenlijk jezelf toelaat om te ervaren. En net omdat het zo anders is dan dat ze gewend zijn, dan wat dat je ooit ervaren hebt, net dat zorgt ervoor dat we er angstig van worden en dat we het wegdoen. Maar dat betekent niet dat het niet echt is, integendeel. Tweelingvlammen zijn echt. Ik ben een tweelingvlam. Ik voel een tweelingvlam. Ik voel me ook een tweelingvlam. Ik wist dat ik een tweelingvlam was, vooral dat ik wist dat mijn tweelingvlam ook bestond, dat hij ook geïncarneerd was. Onvoorwaardelijke liefde is echt. Niet alleen met je tweelingvlam, maar met alles en iedereen om jou heen. Eens dat je dat ervaren hebt en eens dat je dat echt jezelf de toestemming hebt gegeven, omdat... in je diepste kern te gaan belichamen, dan ga je dat ook merken en ervaren in alles in je leven. Maar het enige wat op dit moment ontbreekt, dat ben jij. Als liefde niet in je leven is, of niet op die manier zoals ik het nu vertel, of je tweelingvlam is op de vlucht, of jij bent op de vlucht voor je tweelingvlam, dat kan ook, stel jezelf dan de vraag, waar ren ik nog weg van mezelf? Waar laat ik geen liefde door mij heen stromen? Waar laat ik mezelf niet zien voor wie dat ik echt ben? Vanuit de kern van mijn ziel. Van waaruit
voel ik me nog altijd veiliger in het aannemen van verschillende rollen in mijn leven? En kan ik niet gewoon in elke relatie gewoon mezelf zijn, mezelf tonen? Want dat zijn de sleutels om jezelf die toestemming te geven, zodanig dat je de liefde weer volledig kan voelen als de kracht die liefde is. In plaats van ons comfortabel te gaan voelen met hetgeen dat we kennen, met de voorwaardelijke liefde waarvan dat we geleerd hebben dat dit de enige waarheid is. Maar weet, niemand kan jou leren wat ze zelf niet weten en zelf niet ervaren hebben. Dus hier ook alweer, volg je hart en volg je eigen leiding. En kies ervoor om steun te krijgen van mensen die het zelf hebben meegemaakt, die het gevoeld hebben, die er doorheen gegaan zijn, die het ervaren hebben, die zelf doorheen die obstakels gegaan zijn, die de angsten hebben ervaren die ermee naar boven komen, die die onzekerheid en twijfel aangegaan zijn en aangekeken hebben. Die mensen kunnen jou vertellen en kunnen jou stapstenen geven. En als jij je diepste zielspartner en die heilige liefde wilt aantrekken, werk dan samen met iemand die dat al heeft bereikt. Niet met iemand die nog zelf steeds gescheiden is van zijn voorbestemde wederhelft. Of, en je kan het zelfs ook doortrekken naar allerlei andere dingen. Nog niet iemand die niet succesvol is bijvoorbeeld. Of iemand die nog steeds met heel veel zaken zelf aan het worstelen is. Of dat je naar beneden haalt, maar negatieve verhalen en doemscenario's. Ik heb het reeds meermaals ervaren bij... Bij klanten ook, dat ze dan naar andere healers of masseurs gaan, of wat dan ook. En die ontvangen dan informatie. En het gevaarlijkste is dat wanneer je informatie ontvangt van anderen, dat die informatie niet volledig zuiver is. Dus vertrouw jezelf ook daarin. Als iemand anders jouw informatie heeft en je voelt van nee, ik resoneer daar niet mee, of ik resoneer daar maar gedeeltelijk mee, vertrouw dat, want dat is ook een reden. Want vaak is het zo dat er bijvoorbeeld dingen gebeurd zijn in je voorouderlijke lijn en die wel een invloed energetisch gezien op jou hebben, omdat jij het dan zou kunnen gaan transformeren en healen voor je volledige ouderlijke lijn. Maar daarom heb jij het niet zelf meegemaakt. Dus twijfel niet aan je eigen leiding. En ook hier, de enige reden waarom dat de meesten nog niet een eenheid zijn, dus of niet een vereniging zijn, of nog niet samen zijn met een tweelingvlam, is omdat ze eigenlijk weigeren die diepe innerlijke kernwonden in zichzelf te gaan healen. Want tenslotte zegt één van de universele wetten dat wanneer je eenheid binnenin creëert, je ook eenheid buiten jezelf manifesteert. Dus so within, so without. Maar ook so above, so below. Dus dat wil zeggen, als je al een eenheid bent in de 5D-wereld, het enige dat je moet doen, is die gronden. En daar gaat die zin ook over. En wanneer kan je dat maar pas gronden? Wanneer kan je die volledige zuivere energie maar pas gronden en door je heen laten gaan als er eenheid in jezelf is? Ik zou zeggen, laat mij jou de weg wezen. En laat mij spiegelen wat dat jou nog tegenhoudt. Dat is hetgeen wat ik met mijn klanten doe. Ik spiegel ook de onvoorwaardelijke liefde naar hen toe. Zodanig dat ze weten hoe dat het voelt. Zodanig dat ze er niet meer angstig voor zijn, maar dat ze het kunnen omarmen als iets goed, als iets zuiver, als iets dat er mag zijn zonder meer. Veel relaties bestaan uit drama en worstelen. En dan heb ik het zelfs niet alleen over romantische relaties, maar gewoon relaties in het algemeen, tussen vrienden, tussen broers en zussen, tussen ouderen en kinderen. En in tegenstelling tot wat veel mensen zeggen, is het niet liefde die kwetst of die lastig is, nee. Het zijn de wonden die we in ons zijn en onze energie meedragen, die nog steeds pijn doen. Dus heal jezelf wanneer je geen drama meer wilt in je relaties. Of wanneer je gewoon geen drama meer wilt in je leven. Leer jezelf kennen. Weet wie dat je bent. En weet wat dat je nodig hebt. Want pas dan ga je kunnen tonen. Ga je kunnen laten zien aan jouw partner wat dat is dat je nodig hebt. Want hoe wil je dat hij of zij rekening houdt met wat dat je nodig hebt als je het zelf niet weet? Hoe verwacht je dat de ander jouw grenzen gaat respecteren als je ze zelf niet respecteert? Laat staan dat jij ze kent. Dus uiteindelijk is het allemaal niet zo moeilijk. En toch, hoe logisch dat het ook klinkt, veel mensen worstelen ermee. Waarom? Omdat we gewoon nooit geleerd zijn hoe dat gezonde relaties kunnen en mogen verlopen. Hoe dat we ze kunnen aangaan. Open communicatie begint met eerlijk te zijn met jezelf. Je veilig voelen in de relatie begint met het veilig voelen in jezelf en thuiskomen in jezelf. Want dat vraagt ook weer om die schaduwen in je eigen energie aan te kijken. En zie ze voor wat ze zijn. Geesten uit het verleden, restanten uit het verleden. Maar jij heeft hen nog de kracht
om jouw heden, je nu en je toekomst te beïnvloeden. En ze houden je weg van een prachtige relatie. Door hen hou jij jezelf klein en probeer je normaal te doen. Maar dat is niet wie dat jij bent. Je bent zoveel meer. Dus omarm die grootsheid, die kracht en laat zien wie dat je werkelijk bent. En hoe meer dat jij je authentieke essentie kent, hoe sneller dat je zal merken of dat iemand jouw perfecte match is of niet. En ja, iedereen die op je pad komt, is er om jou iets te leren, om jou iets te spiegelen. Maar soms is het gewoon om te laten zien wat dat niet voor jou weggelegd is. Of wat dat niet bij jou past. En ook dat is oké. En ook dat hoort tot een natuurlijke fase, tot een natuurlijke proces. Van groeien, ontwikkelen en spiegelen en dergelijke meer. Onvoorwaardelijke liefde is niet gericht op één persoon. Onvoorwaardelijke liefde is er ten aanzien van alles en iedereen. En in de eerste plaats ten aanzien van jezelf. En wanneer je dat voelt, wanneer je dat leeft, wanneer je dat volledig geïntegreerd hebt in je fysieke lichaam, dan zal je dat ook weten dat wanneer het aankomt op relaties, dat er heel wat kleuren te ontdekken zijn. Want er zijn oneindig veel manieren waarop de relaties werken. Maar de enige manier die voor jou zal werken, is de manier die afgestemd is op jouw ziel. En jouw diepste essentie. Dus, conclusie, stop met jezelf te proberen in te passen in de relatiemodellen die de maatschappij jou voorschotelt, die nu gaande zijn, of die nu trendy zijn, of whatever. Vind je eigen model uit. Zoek uit wat dat werkt voor jou. Want dat is de enige die voor jou voor eeuwig zal werken. Ik hoop dat je echt iets haalt uit deze boodschap, uit deze prachtige woorden die ik vanmorgen mocht ontvangen. En ik nodig je uit om met mij samen te werken. Als ik zie welke diepe transformaties hebben dat mijn klanten doorheen gaan, en dat eigenlijk ook op een hele snelle manier gaat, is het bewezen dat healing niet lang hoeft te duren. Het enige wat je nodig hebt, is iemand die even met je meewandelt, zodanig dat wanneer je in dat diepe springt en het pad van het onbekende loopt, dat je weet dat je niet zal verdrinken. Want angsten komen boven, schaduwen komen boven. En dan is het heel verleidelijk om gewoon terug te keren naar hoe dat het geweest was. Want dat ken je, dat is veilig. Maar dat is niet de plaats waar je wilt zijn voor de rest van je leven. En ik wil heel graag die persoon voor je zijn als jij daar open voor staat en klaar voor bent. Dus wil je de diepte ingaan om je schaduw te helen en te transformeren, dan nodig ik je uit om met mij samen te werken. En dat kan in één op één traject natuurlijk, maar dat kan ook via het mentorship groepsprogramma. En ik heb het de naam gegeven zelfrealisatie vanuit een hartgedragen bewustzijn, omdat we vanuit ons hart en onze hartsenergie en onze intuïtie en onze ziel ons leven gaan realiseren, onszelf gaan realiseren. Dus eigenlijk via onze eigen energie het leven gaan creëren wat we willen op onze eigen voorwaarden. En dat programma loopt eigenlijk gedurende 9 weken. Het is volledig online, dus je hoeft er niet voor ergens naartoe te rijden. Je kan het volledig vanuit je eigen luie zetel, als het ware, of comfortabele zetel, laten we het zo zeggen, gaan volgen. Je plant het in wanneer dat voor jou past en je krijgt tools en middelen aangereikt om je healing in handen te nemen, zodanig dat je zuiverder wordt en dat jij jouw essentie de wereld kan inzetten, zoals dat jou past, op jouw voorwaarden. Je leert werken met de universele vlammen, want dat is een hele snelle, eenvoudige en krachtige, efficiënte manier, zodanig dat je nog krachtiger wordt, zodanig dat je door geen blokkades breekt. En ik ben er in de groep om extra vragen te beantwoorden, om extra licht te werpen op zaken die nog niet duidelijk zijn. Nu, ik zou zeggen, kijk via de linkje hieronder wat dat er voor jou, wat dat jij nu voor klaar bent. Misschien ben jij nog niet klaar voor het groepsprogramma en dat is oké. Maar misschien is er wel iets anders waar je nu al baat bij hebt. En dan zou ik het super fantastisch vinden om jou binnenkort te mogen leren kennen. Zo, dat was het voor vandaag. En ik zie je dan weer morgen in een andere video. Dag!